Oké. Goedenavond allemaal. Dank voor het komen. En een heel hartelijk welkom, vanzelfsprekend. Ik ben Lisbeth Bik, kunstenaar en voorzitter van de Academie van Kunsten. En ik zal deze avond heel kort inleiden. De bijeenkomst van vanavond is getiteld Engagement. Engagement. En is geïnitieerd en georganiseerd door Neske Beks, hier vooraan. Lid van de Academie sinds 2022 en bestuurslid sinds afgelopen herfst. Neske is onder andere filmmaker, schrijver, healer, regisseur. Zij vraagt zich af wat de rol is van de kunstenaar in het huidige politieke klimaat van een steeds verder naar rechts bewegende samenleving. De Academie, even heel kort daarover iets, voor wie het nog niet weet, is een organisatie van 80 leden, alle kunstenaars, wil uitvergroten wat speelt. Wil signaleren, agenderen, onderzoeken, adviseren en uitdragen. Verbanden leggen die we misschien nog niet zagen, samenhang creëren waar die niet gezien wordt, vragen stellen om onze kennis te vergroten, om perspectieven te doen kantelen. Met behulp van haar leden en leden van de KNW en ook leden van de Jonge Academie, omarmt de Academie de complexiteiten van onze tijd en agendeert urgente issues zoals klimaatcrisis, ongelijkheid en polarisatie in de samenleving, de rol van de kunst en kunstenaars in de brede zin en de kracht die verbeelding kan spelen. De Academie draagt haar engagement uit voor en ook achter de schermen, onder meer door middel van het initiëren van bijeenkomsten zoals deze met kunstenaars, wetenschappers en geïnteresseerden zoals u allen. Engagement. Ik wil een paar dingen met u delen waar ik afgelopen week door werd getroffen. En dit is geen volledige lijst, want er was nog veel meer, maar dat is een hele lezing. Door de strijdbaarheid van Hedy Dancona afgelopen vrijdag bij de uitreiking van de koninklijke onderscheiding aan architect en lid van de Academie Francine Hoebe. Zij schetsen dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in onze samenleving maar blijft voortduren. Slechts 13% van de topposities wordt door vrouwen bekleed en dit cijfer wil maar niet stijgen. Door een bijschrift bij een van de werken van Ai Weiwei in een zeer druk bezochte tentoonstelling in de kunsthal. Op dit label stond te lezen: steeds meer mensen worden tegenwoordig gedwongen hun voorouderlijke thuisbasis te verlaten om allerlei redenen. Oorlog, discriminatie, we weten het allemaal, op religieuze gronden, politieke vervolging, milieuvervuiling, honger, armoede. Zal het ons ooit lukken, zegt Ai Weiwei, om dit soort plagen uit te roeien? Kan een beschaving die gebouwd is op de tegenspoed van anderen wel voor altijd blijven voortbestaan? En wie kan er zeker van zijn dat ook wij niet ooit uit onze vertrouwde omgeving worden verdreven en moeten vluchten naar een vreemd land waar we vervolgens worden gediscrimineerd en moeten smeken om medeleven? Ik was ook getroffen door de opmerking van de Poolse filmmaakster Agnieszka Holland tijdens het filmfestival in Rotterdam over haar film Green Border, die het afgelopen jaar de speciale juryprijs ontving tijdens het filmfestival in Venetië en door de Poolse regering zwaar werd bekritiseerd, zo niet gecensureerd. Bij de nabespreking van haar film, die gaat over de humanitaire ramp op de grens tussen Belarus en Polen, stelt Holland dat we op een zeker moment altijd voor een confronterende keuze gesteld worden. De hard choice, zoals ze zei, between values en comfort. Er is veel werk te doen. Is de manier waarop kunstenaars en publiek zich engageren met de wereld veranderd in de afgelopen decennia, vraagt Neske. Vraagt deze tijd om een ander narratief, om meer dialoog, om meer overdracht van kennis? Is kunst meer dan ooit een middel voor verzet of enkel voor reflectie? Deze en andere vragen zijn leidend in het gesprek van vanavond. Het vertrekpunt van de avond is de lezing van Kara Ahmed-Mukrim rondom haar proefschrift en recentelijk gepubliceerde boek In wat voor land leef ik eigenlijk? Over het leven van schrijver en journalist Anu Ramdas. Anu Ramdas, en dit is bekend denk ik, was altijd op zoek naar een alomvattend antwoord over vragen of over beschaving, identiteit en afkomst. De tragiek van zijn leven werd vaak gezocht in zijn thuisloosheid en in de ontworteling die zo kenmerkend is voor het leven van de migrant. Karin Ahmed-Mukrim voert hier een ander perspectief aan toe. In een tijd waarin populistische opvattingen verschuiven van de onderbuik naar het centrum van ons politiek denken, of niet denken, houdt Ramdas de lezing een genadeloze spiegel voor.
Voor haar onderzoek kreeg Ahmad Mukring volledige inzage in de persoonlijke archieven, brieven en e-mailcorrespondentie. En het resultaat is een onthullend portret van een uniek leven dat tegelijkertijd een scherp licht werpt op de grotere wereld daarbuiten. Iets kort over Karin. Karin is, zoals ik zei, schrijver en letterkundige. Ze publiceerde eerder 7 boeken. Het is interessant, op het internet vond ik vrij weinig, maar ik kreeg gelukkig een vrij uitgebreide beschrijving van Neske, waar veel meer in stond, dus daar ben ik blij om. Waaronder het veelbesproken boek Het Gym in 2011 en de historische roman De Man van Veel, 2013, over het leven van verzetsheld Anton de Kom. De documentaire die Gulzad Doğan maakte over de memoir Tenzij de Vader in 2016 werd genomineerd voor een Gouden Kalf. Ahmad Mukring promoveerde in Leiden, wat ik al zei, op een proefschrift in de vorm van een biografie over essayist Anu Ramdas, als publiekseditie uitgekomen onder de titel In wat voor land leef ik eigenlijk. Ze is als vaste columnist verbonden aan NRC Handelsblad en momenteel werkt ze aan een grote geschiedenis van Suriname. Na de lezing van Karin zal Neske de avond verder modereren. En ook Charles Landvoogd, kunstenaar en onderzoeker en respondent van vanavond, en kunstenaar en propagandaonderzoeker Jonas Staal verder bij jullie introduceren. Voor vragen uit het publiek zullen Neske en Jolanda, ik weet niet waar is Jolanda, ik zie er even niet, maar ze loopt straks ongetwijfeld rond. Twee Jolanda's. Jojo's gaan rond met de microfoon. En deze avond wordt opgenomen en misschien gepubliceerd, dat zullen we zien. En het is daarom belangrijk dat u de microfoon gebruikt wanneer u een vraag stelt. Het is ook belangrijk dat u uw vragen op een constructieve manier aan de discussie bijdragen. En na afloop is er bovendien ook nog ruimte om informeel na te praten. Dank u wel. Goedenavond, dames en heren. De afgelopen 5 jaar heb ik me ingegraven in het leven van een van de beste essayisten die ons taalgebied heeft gekend, Anil Ramdas. Hij schreef voor de Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad. Hij was jarenlang correspondent in India voor die krant en bestuurde ooit debatcentrum De Bali in Amsterdam en presenteerde een paar prachtige televisieprogramma's bij de VPRO, zoals Het Blauwe Licht, waarin hij en Stefan Sanders in de traditie van Stuart Hall's Cultural Studies intellectuele analyses maakte van popculturele verschijnselen. En In mijn vaders huis, waarin hij de grootste denkers van de wereld diepgravend interviewde. Ik wilde weten hoe Ramdas' literatuuropvatting vorm had gekregen, hoe hij zijn postuur als schrijver vorm gaf en op welke manieren zijn poëtica en persoonlijkheid met elkaar samenvielen. En, heel belangrijk, hoe de wisselwerking van dit alles was met zijn omgeving. Naast het leven en het werk van Anil keek ik ook naar de politieke werkelijkheid van het land waarin hij publiceerde. In mijn proefschrift stel ik dat een analyse van zijn werk en de manier waarop zijn werk werd geïnterpreteerd veel zegt over de politiek-maatschappelijke veranderingen in Nederland. Met de opkomst van het populisme in de politiek leek Anil steeds minder populair te worden. Of eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zijn afgang hand in hand ging met het uit de mode raken van zijn politiek correcte ideeën. De krimpende populariteit waaronder Anil in de loop van zijn leven leed werd vaak geweten aan zijn alcoholisme, aan zijn narcisme en het daaruit voortvloeiende onhebbelijke gedrag. Er werd gezegd dat hij op een zeker moment wellicht buiten de tijdgeest viel. Zo werd in een in memoriam in de Groene Amsterdammer geschreven dat hij strandde op de werkelijkheid. Het is die werkelijkheid waaraan werd gerefereerd, waar ik als biograaf specifiek nieuwsgierig naar was en waarop ik hoopte dat een studie licht zou werpen. Vanavond hebben we het over engagement in de kunst, maar ik wil één ding toch even specifiek benoemen. Wie het leven van een zwarte of gekleurde schrijver als onderwerp neemt, of wie meer algemeen nadenkt over de rol en functie van engagement in tijden van aanzwellend rechtsnationalisme, moet ook oog hebben voor de sentimenten die meespelen in een witte omgeving ten aanzien van de kritische denker van kleur.
Wat ik bij Ramdas dacht te zien was dat het veld waarin zijn werk werd gelezen en geïnterpreteerd vooral positief was in het begin van zijn carrière, toen hij kritisch was op zijn eigen groep. In zijn debuutbundel noemt hij zijn eigen mensen, Surinaamse Hindoestanen, en ik citeer, een volk zonder helden, zonder mythe en zonder noemenswaardig pech. Schrijvers, schreef hij, kunstenaars in de moderne zin heeft het Hindoestaanse volk van Suriname nog niet opgeleverd. Einde citaat. Over de Surinaamse literatuur schreef hij dat deze mislukt was. In een essay in de Groene Amsterdammer in 1991 getiteld Surinamers kunnen niet schrijven, stelde hij dat terwijl andere postkoloniale samenlevingen schrijvers als Rushdie en Walcott hadden voortgebracht, uit Suriname niemand van die orde afkomstig was. Laten we flink zijn, schreef hij. Suriname heeft geen Miguel Street, omdat in de Surinaamse literatuur geen Naipaul is. Er was, zei hij, een aanwijsbare reden waarom Suriname geen literaire grootheden had voorgebracht. Waarom Suriname geen literaire grootheden had voortgebracht. En hij schreef, wij missen daarvoor de ironie, de doordachtheid, de universele visie. We kunnen er vanavond weer uren omheen draaien, maar het zijn per slot van rekening allemaal elegante smoesen voor het feit dat de Surinaamse literatuur heeft gefaald. Einde citaat. Dat was, kort gezegd, de manier waarop Anil zijn eigen groep bekritiseerde. En dat viel in Nederland in goede aarde. Toen Anil schreef dat de relatie van de migrant met zijn of haar eigen koloniale geschiedenis niet meer is dan nostalgie als een walgelijk excuus voor het eigen falen, reageerde een criticus dat in Ramdas werk men niet het overbekende deuntje hoort, maar een dieper graven en zoeken naar de werkelijkheid achter de slogans. Een andere criticus schreef, wat Ramdas onderscheidt van veel andere migranten is zijn afkeer van een onhoudbare nostalgie en een overdreven nadruk op het koloniale verleden. Voor sommige, vaak allochtone lezers, was Anil's dieper graven naar de werkelijkheid een beetje te veel van het goede. Het was niet minder dan ordinaire nestbevuiling als een handige manier om het hart van de witte lezer te veroveren, vond men. Maar dat was te eenvoudig gedacht, in mijn opinie. Want toen Anil Ramdas meermaals beweerde dat de westerse beschaving beter was dan andere beschavingen, zei hij dat niet uit blinde bewondering en ook niet uit een aangeleerd minderwaardigheidsgevoel. Hij zei het omdat hij vond dat het Westen in haar kern zelfkritiek meedroeg, meer nog dan andere beschavingen in de wereld. Vanuit dat vermogen om zichzelf te bekritiseren kon het Westen zichzelf verbeteren. En vanuit die zelfkritiek kwamen vrouwenrechten voort, homorechten, mensenrechten, kortom. Zelfkritiek in de ogen van Anil Ramdas was het hoogste goed omdat dit de beschaving vergrootte. En hij begon daarom bij zijn eigen mensen, de Surinamers, de Hindoestanen, de immigranten. Maar toen, met de opkomst van het rechtspopulisme, de onderbuikgevoelens en de daarmee gepaardgaande ongefundeerde meningen de media begonnen te domineren, vroeg hij zich hardop af waar eigenlijk die zelfkritiek van het Westen was gebleven. Wat deed men nu, vroeg hij zich af, nu de barbaren niet van buiten kwamen en de beschaving in gevaar brachten, maar van binnenuit, vanuit de eigen gelederen? Valide vragen, denk ik. Maar ze landen in een samenleving die niet zat te wachten op dit soort vragen. Of misschien wel, maar dan liever niet gesteld door iemand als Anil Ramdas. Iemand van buiten, die kritiek had op wat hier bij ons gebeurde. Daar werd en wordt dat wordt minder makkelijk geaccepteerd. In het licht van de vragen die we elkaar vanavond gaan stellen, wat de rol en betekenis van het kunstenaarsengagement is in de bredere samenleving, is het denk ik interessant om te kijken naar de laatste jaren van Anil's leven. Na de verkiezingsoverwinning van de PVV in 2010 leek Anil steeds meer in te zetten op wat hij als de taak van de schrijver zag: betrokken en kritisch zijn op gevaarlijke politieke opvattingen. Voor zijn gevoel stond niets minder op het spel dan Nederland zelf. Nederland als beschaafd land. Het was de taak van de intellectueel, zoals Anil altijd verkondigd had, om de haat te beheersen. En dat is een citaat. Dat hij in al zijn bezorgdheid in de minderheid leek, was omdat witte schrijvers verward waren. Zij onderschatten massaal de haat waartoe mensen in essentie geneigd zijn, stelde hij in een interview. Die haat richtte zich nu toevallig op allochtonen, op moslims en asielzoekers, op iedereen die voelde als de ander. Het had net zo goed een andere groep kunnen zijn.
Maar net als in andere tijden was het ook nu juist aan schrijvers en andere intellectuelen om zich te verzetten, om zich op te winden en zich boos te maken. En Aniel wond zich op. Met net zoveel overtuiging als hij zich uitsprak tegen de hang naar traditie, waar veel migranten last van hadden, of de manier waarop antiracismebewegingen een rigide scheiding aanbrachten tussen de zwarte en de witte menselijke ervaring, verzette hij zich nu tegen de zeitgeist van intolerantie en toenemende weerstand tegen buitenlanders. De manier waarop hij openlijk personen en groepen de maat nam, deed denken aan hoe hij schreef over de manier waarop Surinamers de toekomst van hun land verloochenden na Boutersen. En hij deed het toen om dezelfde reden waarom hij het nu in 2010 deed. Namelijk omdat hij het als schrijver als zijn taak zag om kritisch te zijn op de plek waaraan hij verbonden was. Hij was in die zin niet afgeweken van wat hij in 1980 al als zijn poëtica uitsprak. En ik citeer: intellectuelen horen niet alleen beter te weten, ze horen zich overal mee te bemoeien en nergens over te zwijgen. Zwijgen ze wel om redenen van tact, onbetrokkenheid of erger, dan zijn ze functionarissen en verliezen ze hun recht op een moreel oordeel. Einde citaat. Hij was kritisch geweest op de manieren waarop India vrouwen hun plek in de samenleving aanwees. Op de onmacht of onwil van postkoloniale samenlevingen als de Indiase en de Surinaamse, om de talloze, knullige, achterlijke, culturele maniertjes te ontgroeien. En hij was kritisch, nu meer dan ooit, op hoe het Westen zich altijd bereid toonde om de barbaarsheid van anderen te benoemen en te bevechten, maar geen oog had voor de barbaren in eigen gelederen. Aniel bleef waarschuwen op alle plekken die aan hem beschikbaar waren. Wisten mensen wel wat hun te wachten stond? Schreef hij, als de deuren van de Tweede Kamer geopend zouden worden voor al die, en ik citeer, grijnzende, ruwe en grove PVV'ers. Het zou een ondubbelzinnige aanzet zijn van een geruisloze, maar ingrijpende cultuurverandering. Het restsentiment zou een centrale plek innemen in de Nederlandse samenleving. De PVV hoefde niet eens te regeren of een bewindsman te leveren, waarschuwde hij. Alleen al hun aanwezigheid in de Kamer was genoeg om de toon van de samenleving definitief te veranderen. We zouden, citaat, krijgen wat we vrezen, een land vol haat, sadisme en wreedheid. Einde citaat. Van andere schrijvers en journalisten verwachtte Aniel niet heel veel bijval. Het was niet zozeer dat ze het oneens met hem waren of dat ze zich niet uitspraken over de steeds meer zichtbare vormen van xenofobie in de media. Het was eerder dat ze, volgens Aniel, niet sterk genoeg stonden tegenover de haatspraak van rechts. In de generatie Nederlandse schrijvers waartoe hij behoorde, grofweg geboren tussen 1954 en 1966, ik hoop niet dat er mensen in de zaal zitten die zich nu aangesproken voelen. Ik vermoed van wel. In de generatie schrijvers waartoe hij behoorde, zat volgens de publicist Huib Ludriks bovendien, en ik citeer, opvallend veel schrijvers en kunstenaars die voor de makkelijke weg kozen en achter rechtse populisten als Pim Fortuyn en zijn nachtwoegs aanliepen. Einde citaat. Ludriks noemde als voorbeeld Theo van Gogh, Joost Niemüller, Leon de Winter en Joost Zwagerman. Met die laatste zou Aniel in een bitter conflict geraken. Intellectuelen die een afwachtende of nog erger een instemmende houding aannamen ten aanzien van Wilders waren in de ogen van Aniel volstrekt waardeloos. En vanuit de politiek viel ook al niets te verwachten, schreef hij. Bij de in zijn ogen ongeïnspireerde Abel Hertzberg-lezing van Alexander Pechtold merkte hij verbitterd op dat de linkse politici volledig leek te ontbreken aan visie of vergezicht. En ik citeer, dit was het dus. Terwijl rechtse politici al lang weten wat ze met Nederland aan willen, moeten linkse politici nog diep nadenken, alsof we alle tijd hebben. Einde citaat. Aniel was bang. Zijn laatste columns in 2010 en 2011 waren ervan doordrongen. Hij zag hoe Nederland in 20 jaar tijd veranderd was. De ontwikkeling van Frits Bolkesteins opvattingen waren daarin exemplarisch. Was Bolkestein ooit degene die de knuppel in het hoenderhok had gegooid met zijn lezing in Luzern? 20 jaar later zag hij zich links en rechts ingehaald door politici die zonder aarzelen veel extremere standpunten in het migrantendebat innamen. Overal in de media en in de politiek klonken echo's van Wilders,
van Fortuyn, van Gogh. En in Aniels ogen waren te veel mensen zo bang om achter te blijven bij de groep linkse fatsoensrakkers die in hoog tempo als uitgerangeerd werden verklaard, dat zij hun common sense volledig verloren en op het hardst grofheden over de multiculturele samenleving riepen. Hij was bang voor de gevolgen van deze cultuuromslag, bang dat het land ten onder gaat aan intolerantie, aan vreemdelingenhaat en aan hufterigheid. En hij bleef herhalen dat dit niet het land was dat hij kende, niet het land dat ooit bekend stond om haar tolerantie. En waar anderen de vergelijking met de jaren 30 en 40 uit de weg gingen, lag Aniel juist op ramkoers. En ik citeer: de mensen in de jaren 30 wisten niet wat zou kunnen gebeuren. Het fascisme, de nazi's, de holocaust. Maar nu kan niemand ongeïnformeerdheid veinzen. De xenofobie die tegenwoordig zo wellustig wordt gepropageerd door Wilders en de zijnen, en die soms gretig en soms schouderophalend voor zoete koek wordt geslikt door de aanhangers van de PVV, is in die zin niet te vergelijken met de houding van de Hollanders in de jaren 30. Toen wisten Hollanders niet wat zou kunnen volgen. Nu wel. Het racisme van toen was van beginners. Nu zijn het gevorderden. Einde citaat. En zelfs al zou het niet direct uitlopen op zoiets rampzaligs als de Tweede Wereldoorlog, dan nog was er veel te verliezen. Hij was bang voor wat hij een zacht dictatoriale samenleving noemde. Een samenleving die Nederland terug zou werpen in haar ontwikkeling, in haar beschaving, zo je wil. De manier om op die samenleving uit te komen, om uit die samenleving. De manier om op die samenleving uit te komen was middels een populistische strategie die op zijn allereenvoudigst werd uitgevoerd, namelijk door de aandacht van een zichtbare zondebok te richten. In dit geval de moslim. Maar, schreef Aniel, het had ook de Jood of de zwarte man of de homo kunnen zijn. Einde citaat. Juist datgene wat hij vroeger zo had bewonderd, de kalmte, de koele bedachtzaamheid van Nederland, werd vervangen door een toenemende hysterie. En in die hysterie werd er vanuit de meest basale emoties gevloekt en gescholden. Geert Wilders was een van de grootste aanjagers van precies dat klimaat. Wat betekende het dat gematigde partijen met de PVV de Kamer deelden? En in hoeverre zouden zij uiteindelijk het discours van Wilders adopteren, het integreren in hun eigen uitingen, daarmee kiezers af te trachten te snoepen van de PVV, maar daarmee ook onherroepelijk het klimaat van Nederland veranderen? Hij leek hier geen spel te spelen. Zijn essays en columns waren een natuurlijke weergave van hoe hij zich voelde. Postuur en persoonlijkheid vielen in dit laatste deel van zijn leven samen. Zijn overtuiging dat schrijverschap en engagement onlosmakelijk met elkaar verbonden waren, leek nu een extra lading te krijgen. Namelijk dat schrijverschap en persoonlijk levensdoel met elkaar vervlochten waren. Dat betekende dat er in zijn ogen sprake was van een nauwe drie-eenheid van engagement. Schrijverschap, levensdoel. Het een was met het ander verbonden en het ander had geen nut zonder het een. Het valt inmiddels, helaas, moeilijk te ontkennen dat de verruwing van het debat hand in hand is gegaan met de verlies van normen die voor de klinkende politiek-culturele overwinning van de PVV vanzelfsprekend waren. Sterker nog, Geert Wilders won onwaarschijnlijk veel sympathie met uitspraken die decennia eerder ondenkbaar waren. Nederland was het in die mate eens met niet alleen wat hij zei, maar zeker ook met de manier waarop. Hij werd tot politicus van het jaar uitgeroepen. In 2007, in 2010, in 2013 en in 2015. Hij was populair bij de mensen en voelde zich volledig op zijn gemak om publiekelijk te spreken over het verraad van Nederland als land dat zijn eigen mensen in de steek laat. Nederland was op dit moment een noodlot, zei Aniel in een interview. Voor allochtonen zoals hij was er geen andere plek waar ze thuis waren of konden zijn. Hij zei, je zult het hier moeten bevechten, wij hebben die plicht. En de interviewer vroeg hem of hem dat ook niet eenzaam maakte. Natuurlijk is het eenzaam, antwoordde Aniel. En hij zei, het is absurd eenzaam als je op een feestje komt en je hebt weer iets verschrikkelijks gehoord waarover je het wil hebben. En iedereen kijkt je aan alsof je een beetje saai uit de hoek komt van what's new, die houding. Daarom ga ik ook niet naar feestjes hoor. Die houding van daar heb je hem weer. Hij heeft weer een politiek verhaal. Hij heeft weer die opgewondenheid. Ik kwam binnen op een plek en ik zei, heb je gehoord wat Rutte heeft gezegd? Wij willen Nederland teruggeven aan de Nederlanders. Heb je dat gehoord? Ik was in alle staten. En mensen keken me echt aan van, maar what's new?
Aniel bleef betrokken, ook toen niemand zich nog opwond over voor hem levensbelangrijke zaken als beschaving, omgangsvormen en idealen voor een betere wereld. Ook toen het hem zijn levensgeluk kostte. Jij gaat gebukt onder de last dat je de wereld wil veranderen, observeerde Prim Radhakushun. Ben je nog wel een gelukkig mens? Vroeg Prim aan hem. Nee, antwoordde Aniel, ik ben een serieus mens. En serieuze mensen, die moeten bij situaties die ernst uitstralen en op kunnen brengen. Het vereist energie. Lopen dollen en keten, zoals jij dat noemt, dat kan op bepaalde momenten, dat moet je ook beslist blijven doen in je eigen tijd. Maar het leven is precair en kort. Je wil een betere maatschappij achterlaten. If you can't make a difference, just shut up. Dat hij invloed wilde hebben had niet alleen met aanzien en succes te maken. Het had vooral ook te maken met het levensgrote ideaal om de wereld te verbeteren. Anders zou ik niet schrijven, zei hij met dodelijke ernst tegen Radhakishun. Anders zou ik mijn bed niet uitkomen. Waarom kom ik mijn bed uit? Om iets te kunnen veranderen. Mezelf te kunnen veranderen. De wereld te veranderen. Maar de wereld lachte hem vierkant uit met idealen en al. Op 27 mei 2011 werd het vastgelegd hoe het eruit zag wanneer Aniel werd weggehoond. Om zijn idealen. Denk daaraan bij de opname van vanavond trouwens. Hij bezocht die avond een programma in de Bali, waar Arnon Groenberg in gesprek ging met socioloog en ex-politica Evelien Tonkens. Na afloop was er ruimte voor vragen uit het publiek. Aniel stond op en kreeg de microfoon. Vanaf de zijkant in het gangpad zei hij: Arnon, ik begrijp het punt van Evelien heel goed, maar van jou niet. Waarom kom jij je bed uit? Wat is jouw streven? Wat wil jij beter doen? Hij sprak heel rustig. Hij liet tussen de vragen korte pauzes vallen en het publiek was stil. Roenberg antwoordde geïrriteerd. Waarom ik mijn bed uitkom? Omdat ik een deadline heb. Aniel vasthoudend. Wat wil jij veranderen? Wat wil jij beter maken? En Groenberg herhaalde. Wat wil je? Aniel. Wat wil je beter maken? Wat wil je veranderen? En het publiek begon onrustig te lachen. Weet je wat het is, zei Aniel, ik heb het vermoeden dat jij wegkomt met een algemeen gevoel van het wordt toch niks. En Groenberg sloeg nu een kleinerende toon aan. Ten eerste lees je mijn stukken dan slecht en dan heb je ook slecht naar me geluisterd. Ik bedoel, ik heb gezegd dat mensen wel degelijk kunnen excelleren. Ik denk bijvoorbeeld dat jij in staat bent een hele mooie toren van lucifers te bouwen. En het publiek lachte nu hard en dat je daarvoor je bed uit moet komen. Wat volgde was een uiteenzetting van Groenberg waarin hij stelde dat schrijvers en kunstenaars bescheiden zouden moeten zijn in hun verwachting dat hun werk de wereld beter zou kunnen maken. Bovendien hadden mensen, dus ook schrijvers, het recht om hun bed uit te willen komen alleen om te leven en meer niet. En op dit punt barstte het publiek weer in lachen uit. En Aniel stond enigszins verloren in het gangpad, in het halfduister van de zaal. Nee, 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 Arno, nee. Ik begrijp dat mensen uit hun bed komen om voor te bestaan. Dat vinden eeneiige cellen ook. Maar het verschil tussen ons en eeneiige cellen moet toch iets betekenen? Groenberg dacht een moment na en legde nog een keer uit dat het een mogelijkheid was, inderdaad. Dat het geschreven woord mensen net iets anders naar zichzelf en naar de wereld kon laten kijken. Maar, zei hij, hieraan toegevoegd denk ik dat je het besef van overbodigheid en overtolligheid onderschat. Het feit dat je denkt, ik ben een overbodig mens, ik ga toch door met leven, kan je een pervers genoegen verschaffen in het leven zelf. En ik hoop dat jij die kunst kunt leren. Het publiek lachte, een aantal mensen applaudisseerden. Aniel boog kort in de richting van Groenberg en verliet de zaal. Het was een pijnlijke confrontatie, vooral gezien Ramdas bewondering voor Groenberg, en het moet vervelend voor hem geweest zijn. Het was dan ook des te akelig dat achteraf bleek dat het was gefilmd door iemand in het publiek. De korrelige opname werd 2 dagen later op YouTube geplaatst door Bert Brussen. Brussen was berucht om zijn bijdrage op geenstijl.nl. Hij werd door Vrij Nederland het boegbeeld van de online pestgeneratie genoemd. En het filmpje duurde zo'n 3,5 minuut en begon vanaf het punt dat Aniel het woord nam. Degene die het filmpje opnam was een van de mensen die het hardst lachte op de momenten dat Groenberg Aniels vragen pareerde. De titel van het filmpje was Arnon Groenberg sloopt Aniel Ramdas. En daaronder schreef Bert Brussen. Tijdens een debat in de Bali stelt Aniel Ramdas een soort van betuttelende vraag. Wat wil jij beter maken? Aan Arnon Groenberg. En die reageert zoals hij dat altijd doet. En uiteindelijk wordt Ramdas letterlijk door de zaal gelachen en verlaat hij woest de zaal. Einde citaat. Op het filmpje lijkt het inderdaad zo te zijn dat Aniel zodra de microfoon naar iemand anders gaat, de zaal verlaat. Het laatste wat hij gehoord moet hebben waren
hoe de ongetwijfeld goed bedoelde woorden van moderator. En die woorden waren, dat was Aniel Randers, hij schrijft zelf ook prachtige stukken. Werd gevolgd door lachsalvo's uit het publiek. Hier in de botsing met Groenberg, maar ook in het onbegrip van de journalisten die ik net citeerde, die hem hebben geïnterviewd, en ook in de manier waarop hij online voor gek werd gezet met zijn engagement, wordt genadeloos duidelijk hoe Aniels grootse en bij vlagen groteske ambities stuk liepen op een samenleving waarin individuele vrijheid het hoogste goed was en betrokkenheid steeds meer werd gezien als zwakte of als kenmerk van de linkse goodmensch. De vraag die we ons vanavond moeten stellen is wat de plek is van de betrokken kunstenaar in een tijd die zo mogelijk nog verder verruwd is dan in de jaren van Aniel. Het antwoord zal veel facetten hebben en voor elk van ons anders klinken. Ik geef er vanuit mijn eigen schrijverschap graag antwoord op, maar ik roep u op om deze korte analyse van Aniels poëtica als een aanzet te zien tot dat hoogst noodzakelijke gesprek. En om zich af te vragen of het waar is wat hij stelde, namelijk dat een schrijver of een kunstenaar zijn functie verliest wanneer hij stopt met kritisch te zijn. En in die vraag ligt, denk ik, de noodzakelijkheid van kunst besloten. Maar hij leidt ook tot een andere vraag. Wat gebeurt er als de wereld niet luistert? Wat is de plek van kunst als er geen ruimte lijkt te zijn voor nuance, voor schoonheid en voor zelfkritiek? Ik kijk uit naar uw antwoord en naar ons gesprek. Dank je wel. Karin Amat-Moekring. Wat een mooie aanzet voor het gesprek, voor het vervolggesprek. En voor het gesprek ga ik Charles Landvreug naar voren roepen. Ja. Charles is beeldend kunstenaar en hoofd... Ex-bestuurslid van de Academie van Kunsten. En de andere functie zal ik niet meer noemen. Hij heeft zelf ook een PhD gedaan. Dat vind ik wel een hele mooie link naar erbij horen en burgerschap, toch? Mm-hmm. Burgerschap en erbij horen. En nodig jullie uit om even met elkaar eerst in gesprek te gaan. En dan ga ik ook met de zaal het contact leggen om vragen te stellen aan ons hier. Dank je wel. Hoor je me? Karin, dank je wel voor deze prachtige uiteenzetting. Ik was erg geëmotioneerd, moet ik zeggen, aan het einde. En gefeliciteerd met je proefschrift, met het behalen daarvan. Dus dat verdient wel een applaus, vind ik. Enorm. Het is een enorme klus. Ik wil van tevoren zeggen dat ik hier reageer als lid van de Academie van Kunsten. En dus echt alleen als mezelf. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Ik zou responderen en ik wist eigenlijk nog niet zo goed hoe ik zou responderen. Maar zoals ik zei, ik raakte erg geëmotioneerd aan het einde over de betrokkenheid. Ik heb recentelijk tegen mijn directeur gezegd, ik ben een beetje moe van kritisch zijn, zelfkritisch zijn, kritisch zijn op de maatschappij, alles intellectueel benaderen, proberen antwoorden te vinden, proberen te komen tot wat in ieder geval voor mij een radicale inclusiviteit is. Hè? Dus waarbij echt iedereen betrokken wordt. Dus ik was erg getroffen door Thuis is hier. Welke directeur? Waar ik werk. Ja. Dat is het toch wel even nodig om te zeggen. Ja, ik werk in het Stedelijk Museum als hoofdonderzoek. Ja, dus vanuit onderzoek zijn we altijd kritisch, zijn we altijd betrokken, proberen we altijd net de andere kant te bekijken. Probeer je een werkelijkheid te creëren waarbij een soort van radicale inclusiviteit voorstaat. En als je dan zegt, als je het hebt over Aniel, ik voel daar veel bij, want je had het over levensdoel en schrijverschap. Hè? En voor mij is onderzoek en levensdoel, die twee dingen zijn een soort van aan elkaar verbonden. Je moet onderzoeken, dat is eigenlijk die hele drijfveer en daardoor raak je een soort van kritisch. Ik heb wat dingetjes opgeschreven, ik ga ze even langslopen. Ja? En jij zei ook Thuis is hier. En Thuis is hier is heel erg belangrijk voor mensen met een migrantenachtergrond. Want we hebben het er net eerder met het diner over gehad. Ik ben opgegroeid in Rotterdam. Thuis is Rotterdam.
En je kunt er van alles van vinden, maar uiteindelijk is dat Rotterdam. Dus je kan wel proberen van mij een Surinamer te maken, maar ik ben een Rotterdammer. Snap je? Dus ik weet niet hoe het voor jou geldt en ik weet ook niet... Ja, hoe is het voor jou? Ja, hoe is het voor jou? Ben je geboren in Rotterdam? In Paramaribo, maar ik was 3. Nee, ik voel me... Nee, ik weet niet. Ik heb wel eens gezegd... maar dat voel ik het. Ik ben thuis in mijn werk. En niet in een land of zo. Dus nee, ik vind het een lastige vraag. Maar ik ben wel altijd heel geïnteresseerd in de manieren waarop andere mensen dat invullen voor zichzelf. Omdat dat nadenken over identiteit is zo'n soort kernachtig menselijke oefening. Dus daar in die zin ben ik er wel altijd wel in geïnteresseerd. Maar zodra mensen dan omdraaiend aan mijzelf vragen, dan weet ik het niet meer zo goed. Ik hecht er niet zoveel waarde aan, laat me zo zeggen. Ja. Maar jij noemt jezelf wel migrant. Maar ik ben ook een migrant. Ja, ik ben daar heel feitelijk in. Ja, ik ben in Suriname geboren. En ja, ik ben geen Nederlander in die zin, maar ik ben ook geen Surinamer. Maar ja, ik vind, dat komt mij goed uit als schrijver. Om een buitenstaander te zijn. Dus het raakt mij niet als mensen zeggen, je bent geen Nederlander. Het raakt me iets meer als mensen zeggen, je bent geen Surinamer. Oh ja, het is ook gewoon een warmer gevoel, zeg maar. Dus als dat. Maar eigenlijk nee, het mij raakt het niet zo, eerlijk gezegd. Nee. Nou, ik zeg ook Rotterdammer, hè? Ik zeg niet Nederlander. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik ben wel een Amsterdammer. Dat is wel. Let wel. En in mijn werk heb ik het heel erg over de tussenruimte. In mijn onderzoek en mijn werk heb ik het heel erg over die tussenruimte. Die tussenruimte als een thuis. Een tussenruimte die dus eigenlijk ook die twee zogenaamde oorspronkelijke ruimtes intact laat. Maar die tussenruimte waaruit iets nieuws wordt geboren. Iets wat eigen is. En wat toch ook onderdeel is van alles. Ja, als ik daarop mag inhaken, dat is ook misschien met een andere bewoording, maar dat is ook een ruimte die Aniel, denk ik, heeft gezocht en heeft geprobeerd te beschermen. En dat is een ruimte die veel migranten en veel, niet alleen migranten, maar ook gewoon kleurlingen in het Westen heel erg begrijpen. Maar die ruimte kan alleen, die moet beschermd worden. Die kan alleen bestaan als er een bepaald optimisme aan ten grondslag ligt. Zodra je dat verliest, dan besef je hoe kwetsbaar het is. En dat is denk ik een oefening die heel veel energie vergt. Dus misschien is dat wanneer je zegt van ik ben moe, dat heeft daar misschien ook wel mee te maken. Want het is niet een ruimte die gewoon... Hij bestaat wel, want wij weten allemaal dat hij bestaat. Ja. Maar hij wordt heel vaak niet gezien en ook niet gewaardeerd. En niet erkend. En niet erkend als een bestaande ruimte. En dat is dus... Ik had opgeschreven rust als verzet. Dat was een ding in 2023, ja. Meen ik. En ik zag heel veel, ik weet niet of jullie dat hebben gezien, heel veel zwarte collectieven, heel veel bruine collectieven, die gingen rusten als een vorm van verzet. Is dat iets? Slapen. Ja, slapen ook als een vorm van verzet. En ik vroeg me af, heeft Aniel of heb jij dat, is dat ooit in je opgekomen of in hem? Dus op het moment dat je zegt van oké, ik kan kritisch zijn om ook met name die tussenruimte waar je uit voortkomt te kunnen vormgeven. Want de grenzen van waar die ligt, dat weten we eigenlijk niet. Maar je kunt hem ook vormgeven door middel van rust. En ik vroeg me af of dat een idee is. Ja, dat is een heel goed idee. Zouden meer mensen moeten doen. Ik denk niet dat Aniel dat per se... ik denk dat met het besef dat het misschien een ijdele oefening was om je te verzetten tegen een soort naderend onheil. En dan kom ik natuurlijk een beetje in de richting van Menno ter Braak en het nationaal socialisme als rancuneleer, zullen we maar zeggen. Gewoon om te zien of te begrijpen dat, of te denken te begrijpen dat dit soort aanzwellende vormen van massale haat, xenofobie of hoe je het ook wil noemen, dat je daar eigenlijk niet zoveel tegen kan doen als individu en misschien dus ook niet als kunstenaar of als schrijver. En dat met dat besef, dat daar zou je eigenlijk even rust voor moeten nemen, zoals jij dat zegt. Je even terug moeten trekken en te bedenken, oké, ik kan dit misschien niet in mijn eentje de hele tijd doen. En dan je op te laden en weer terug het veld op te gaan. Maar met dat besef kan er natuurlijk ook een enorme desillusie intreden. En je zou kunnen zeggen, ik ben geen psycholoog, dus daar ben ik verder van gebleven. Je zou kunnen zeggen dat Aniel daaronder geleden heeft op een manier waarop Menno ter Braak daar ook onder geleden heeft. Ja.
Ik moet wel zeggen, en dat is, want je hebt het over verschillende. Ik ben alweer een andere generatie. Wij, volgens mij zijn wij. Wij zijn dezelfde generatie, ja, gezellig. Maar wij zijn alweer een andere generatie. Dus wij hebben geleerd ook van die generatie over hoe er niet aan onderdoor te gaan. Of hoe kun je jezelf beschermen om niet kapot te draaien, zeg maar, in het systeem. Want we zitten nu, zoals je terecht opmerkt, zijn we nu een nieuwe resurgence. Ik weet even niet wat het Nederlandse woord is, een nieuwe opwelling. Nou, die zagen we natuurlijk allemaal aankomen. Tenminste, dat hoop ik, dat iedereen hem zag aankomen. Want, nou, dat valt soms tegen als ik soms mensen spreek. Nou, we hebben nu de derde diversiteitsgolf in Nederland is zich nu netjes aan het afronden. Ja, de eerste was in de jaren 70, de tweede was aan het eind van de jaren 90, begin jaren 0. En nu hebben we zeg maar een soort van derde gehad. Het heeft langer geduurd dan ik had gedacht, zeg maar. Hij duurt nu toch al 6 jaar of zo. En normaal is het korter. En je weet eigenlijk gewoon dat er eigenlijk altijd een tegenbeweging komt. Is dat iets wat je... Ja, hoe denk jij daarover? Want we hebben net gezien in Amerika, Obama wordt minister-president. Trump had alleen president kunnen worden omdat Obama president is geworden. Ja. Zo simpel is het in mijn gedachtegang. Dus hoe zie je dat voor Nederland nu gebeuren? Ja, dat is een te grote vraag. Die kan ik niet beantwoorden. Wat ik wel zie, om het gewoon even op het engagement voor kunstenaars, zeg maar, om het daar naar terug te sturen. Dus wat ik wel zie is dat er een bepaalde vermoeidheid kan intreden. Heel erg ook. Ik heb dat minder met mijn boeken, omdat dat grote projecten zijn die dan jarenlang duren. Ik heb het erg sterk met mijn columns in NRC, omdat ik dan elke keer opnieuw me aan het opwinden ben over wat er allemaal mis is in de wereld. En met name wat er eigenlijk sinds oktober, november in Gaza gebeurt. Ik ben daar zo intens verdrietig over dat dit kan in onze tijd. Dat ik eigenlijk, als ik dan wil schrijven in de krant op de opiniepagina's, dat het eigenlijk alleen maar daarover kan gaan. En ik voel dat daar iets van schoonheid verloren raakt. Wat ik als schrijver niet kan missen. Ik kan niet dat gevoel van schoonheid missen. Want dan wordt het een pamflet. En pamfletten en activisme zijn vreselijk belangrijk, maar dat is niet mijn métier. Dus dan heb ik gezegd, ik moet pauze hebben. Dus ik heb nu 3 maanden pauze van NRC. Om op te laden, om weer terug te keren in de schoot van de literatuur, van de kunst. Om toch, want als wij als kunstenaars, dat heeft een andere bevriend kunstenaar van mij uit Rotterdam tegen me gezegd, dit is onze enige taak, is om een alternatief te schetsen. En dus in dat alternatief, daar zit die verbeelding in. En er is geen verbeelding als je niet iets van hoop of iets van schoonheid weet te behouden. Nee. Dus als je dat niet meer kan, dan ben je eigenlijk gewoon klaar. Snap je wel? Dus het is een plicht ook wel. En daar moet je af en toe voor uitrusten, ja. In het werk wat ik doe, vooral het schrijverswerk met andere schrijvers, ben ik eigenlijk altijd op zoek naar stukken die een propositie doen voor de toekomst, zeg maar. Dus hoe we hier gekomen zijn, daar zijn andere mensen voor. Mijn taak is om voorstellen te doen voor de toekomst. Tegelijkertijd is dat, zou je dat ook als een soort van zwakheid of lafheid kunnen interpreteren. Want dan voeg ik me dus eigenlijk stiekem weg op een of andere manier. Ik impliceer mezelf expliciet hierin. Bij alle kunstenaars in Nederland, of tenminste niet alle, maar bij het meer dan overgrote deel, wat zich niet uitspreekt over wat er gebeurt in de wereld. Er zijn er maar heel weinig die dat doen. En ik vroeg me af of je daar ideeën over had. Gewoon in het algemeen, waarom mensen zich niet uitspreken of wat mensen beweegt om zich niet uit te spreken. Nee, ik vind dat iedereen zijn eigen keuzes daarin moet maken. En ik ben helemaal niet bezig met of andere mensen zich uitspreken. Ik ben wel bezig als mensen problematische mening verkondigen. Dan kunnen we het ergens over hebben, dan kunnen we een discussie aangaan. Maar als iemand zoiets heeft van, nou, ik laat deze even aan me voorbij gaan, dat is zo goed recht. En iedereen moet zijn, dat is ook vrijheid, iedereen moet zijn kunst op een manier vormgeven dat het bij hem of haar past. Het is jammer dat niet iedereen zich betrokken voelt bij het leed. Maar aan de andere kant,
daar ga ik niet over. Ik ga daar niet over. Ik wind me er ook echt niet over op. Dus dat is wel rustig. Misschien kan ik je dat leren, dan gaan we. En ik heb nog een vraag aan jou, Cheryl. Als je zegt, er zijn er weinig die zich uitspreken, bedoel je dan expliciet zich uitspreken? Of ook, natuurlijk, er zijn verschillende manieren om. Nou ja, ik heb het over expliciet uitspreken als je het bijvoorbeeld hebt over Black Lives Matter. Ja? Vanuit een witte gemeenschap is het heel makkelijk om je achter zwart leed te scharen, om het zo maar te zeggen. Hè? Dan kan je zeggen van, oké, zwarte mensen moeten zich emanciperen, hola die, allemaal een black square. Ja? Als je het hebt over wat er nu gebeurt in Palestina, dan is ineens iedereen zwijgt. Ja? Je hebt de jongere generatie spreekt. Ja? En als je het over onze generatie, de jongere generatie is heel vocal zelfs. Ja. Hè? Maar die hebben zoiets van, wij gaan de wereld veranderen en daar zijn ze ook voor. Hè? Onze generatie, zijn er maar heel weinig mensen die zich uit durven te spreken. Ja? En daar zie ik dan toch echt wel een verschil tussen, als je 18, 19, 20 bent, ja, dan ga je de wereld veranderen. Dat is wat je doet. Hè? Dus terwijl je onze generatie, die zijn dan ineens heel voorzichtig, want nu zijn we zelf geïmpliceerd in, zeg maar, alles wat er gebeurt, hè? Aan beide zijden. En dan wordt het ineens allemaal heel erg ingewikkeld. Terwijl bij Black Lives Matter was het bijna een soort van abstractie, om het zo maar te zeggen. Hier kunnen we ons achter scharen, want dit gaat ons niet aan. Terwijl Israël-Palestina, dat gaat ons wel allemaal aan. Daar zijn we allemaal in geïmpliceerd. En dan durft ineens niemand zich uit te spreken. En dat vind ik een beetje, want we gaan het eigenlijk over Nederland hebben. Sorry dat ik zo lang spreek, maar ik ben ook van slag gewoon. Als je het dan hebt over de barbaren van binnenuit. En dan wordt er, ik zou niet zeggen barbaren, ik vind dat lastig. Het zijn wel onze mensen eindstand. Begrijp je? Het is onze Nederlandse mensen die voor een deel zich op een bepaalde manier uitspreken. Dus je zult je toch moeten verhouden tot, ja, alle Nederlandse mensen. Ook in je kritiek op een of andere manier. Sorry, dit is geen vraag. Dit is gewoon ik die op. Ik ben gewoon van streek. Ik ben gewoon van streek, sorry. Maar kan het een vraag zijn? Ja hoor, natuurlijk moeten we ons verhouden tot iedereen met wie we het oneens zijn. En iedereen die in mijn... Nou, ik ga niet over ons, want ik weet helemaal niet hoe iedereen erin, hoe de rest erin staat. Ik heb een keer een column geschreven over de barbaren. Hier, binnen de muren. Dat was anderhalf jaar geleden, was er in de zomer, was er een baby overleden in een sporthal. Dus een vluchtelingkindje. En tegelijkertijd gingen er filmpjes rond van mensen die dan zo lachend aan het protesteren waren tegen al die asielzoekers of zo. En ik dacht van, wat is dit? Waar ben ik in beland? Weet je, wat is dit voor land eigenlijk? Dus daar heb ik een stukje over geschreven. En dan zou je kunnen zeggen, ja, je bent nu eigenlijk gewoon een hele groep mensen die misschien ontevreden is over een aantal andere zaken. En misschien wel hele gefundeerde ontevredenheid hebben, weet ik het allemaal. Ben je nu weg aan het zetten als barbaar? Maar ja, dat doe ik dan. Dat doe ik persoonlijk, op mijn manier. En daar heb ik mijn redenen voor. En ik hoop daar iets mee te bereiken. En andere mensen doen het op een andere manier. Die zijn meer begripvol of misschien nog juist meer extreem tegen of whatever. Maar dat is ook een manier van verhouden. Is dat we in een land leven met miljoenen meningen. En al die meningen, godzijdank, kunnen we dat allemaal uitspreken. En dan moeten we met elkaar in gesprek blijven. Dus nee, ik ben niet bezig om alles tegen elkaar af te wegen. En zeg maar, ja, kan je wel. En dat is wel interessant wat Aniel natuurlijk in dat stuk voor de buur had geschreven, het culturele drama, dat hij het over white trash heeft. Dan is het gesprek heel lang gegaan over, mag je dat wel zeggen? Kan je wel zo over mensen praten? Dat is een interessant gesprek. Maar we kunnen het ook inhoudelijk hebben over wat zegt hij dan eigenlijk daarin. Hè? Dus ik noem mensen wel barbaren als onbeschaafd zijn. En ik kan ook niet tegen onbeschoftheid, maakt niet uit. Maar ik heb een vraag. Hoe is de rol van de... Want wij zitten nu hier als drie bruine mensen op het podium. Het te hebben over, engagement in de kunst. En hoe of dat dan verder moet met Nederland. De rol van de bruine, zwarte kunstenaar, intellectueel
in deze constructie? Want we hebben het gezien met Anil. We hebben het ook gezien met Ayaan Hirsi Ali. Dus op het moment, we hebben het ook gezien met een x-aantal kunstenaars in het verleden. Dan heb je één enkele zwarte kunstenaar die dan vervolgens zegt, ik heb nog nooit goede kunst uit Suriname gezien. Hè? Of, dus dan wordt één persoon wordt er uitgetild. Die wordt als uitzonderlijk verklaard, omdat hij het eens is met de meerderheidsgroep. Hoe is dan eigenlijk de rol van ons als zwarte, bruine kunstenaars en intellectuelen in dit debat? Kunnen we en moeten we ons er überhaupt tegenaan bemoeien? Oh, ik heb hier wel een antwoord op. Dit is wel een vraag, zo. Ja, maar wel, we zitten hier al... Ik heb een optimistisch antwoord. Kijk die zaal en kijk ons. Maar ik ben optimistisch en ik heb heel veel zelfvertrouwen. Dus dat is wel misschien een... maakt misschien wel het verschil. Ik denk het Westen, niet alleen Nederland, maar goed, Nederland... worstelt met zichzelf. Worstelt enorm met zijn eigen identiteit. En dat is logisch. Er gebeurt veel. De grotere wereld is steeds dichterbij gekomen. Is steeds meer aanwezig. Heeft steeds meer invloed op het dagelijks leven. En het dagelijks denken van de Nederlander. En dan heb je natuurlijk ook mensen zoals wij. Die zich tegenwoordig ook Nederlander noemen. Jij heel trots ook. Rotterdammer. Ik nog dus, steeds een dus, Belg. Dan hebben we één Belg aan tafel. Hebben we dat ook weer. Dus... Nederland, net als de rest van het Westen, en dat is natuurlijk al heel veel over geschreven, die worstelt heel erg met identiteit, met zijn eigen identiteit. Dat is de reden waarom er zo'n hang is naar de tijden die al geweest zijn. Een hang naar de Gouden Eeuw, een hang ook naar de tijd waarin een man was, een vrouw, een rolverdeling heel duidelijk, ook qua gender heel duidelijk. Dat gebeurt alleen maar in tijden waarin mensen niet weten wat ze hebben. Het is een identiteitscrisis. Nou, laten nou net de migrant degene zijn die die gewoon geboren is in identiteitscrisis. Ja? Wij kunnen zo goed nadenken over identiteit op zoveel verschillende manieren. En niet alleen kunnen wij erover nadenken op een bijna intuïtieve manier, ook kunnen we er kunst van maken. Dus ik heb hier al een paar jaar geleden een essay over geschreven in NRC Handelsblad. En ik heb dat ook gebaseerd op Anil zijn optimistische jaren, laten we zo zeggen. En ik heb het de poëtica van het verlies genoemd. Wij hebben alles verloren. Ja, ik kom uit Suriname. Als ik terugga naar mijn grootouders, die komen uit alle hoeken van de wereld, behalve uit Suriname. Snap je? En dan ben ik nu hier. En dan moeten mensen aan mij vragen, wie ben jij? Ja, waar zal ik beginnen? Wat is mijn identiteit? Goeie vraag. Weet je wel, nou, laat ik daar nou net vanaf mijn geboorte over na hebben moeten denken. Ik kan er boeken over schrijven. Alles is ervan doordrenkt. Dus researches van maken. Ik ben hier als kunstenaar, als schrijver, ben ik de aangewezen persoon om dit land de toekomst in te leiden. Amen. Snap je? Ik vind het een mooi moment om een beetje naar de zaal te gaan. Ja, je mag nog antwoord daarop geven. Dit was het beste antwoord ever. Maar, ja. Nee, omdat het wel gewoon zo is. Toch nog één vraagje. En dat is niet zozeer voor ons als wel voor het publiek. Want wat we hebben gezien is dat op het moment dat... laat ik het woord migranten gebruiken, zoals jij dat gebruikt. Mensen met de migrantenmensen iets zeggen. Op het moment dat migrantenmensen iets zeggen, dan is het zo van ja, het zal wel. En op het moment dat witte Nederlandse mensen iets zeggen, dan is het ineens waarheid. Dat is nog een slag die geslagen moet worden, om het zomaar te zeggen. En ja, dus dat wil ik wel even. Ik ga jou niet vragen of wij dat op kunnen lossen, maar ik wil het wel even gezegd hebben. Nou ja, het werd ook goed benoemd door jouw vraag van word je gehoord? Die je poneerde, word je gehoord als kunstenaar van kleur? Ja. Dat is dus precies dezelfde vraag. Maar ik vraag me wel af of word je alleen maar gehoord als je dus inderdaad zelfkritiek geeft op je eigen achtergrond, je eigen mensen? Wat je bij, toen ik het boek las, dacht ik, ik vind dat wel echt als Belg iets heel Nederlands om zelfkritiek te verheffen tot een soort van... Omdat die zelfkritiek op je eigen mensen, die past binnen, zeg maar, de meerderheidsgroepen ideeën over de ander.
En over de, snap wat ik bedoel? Dus we hebben een ingebakken superioriteit ten opzichte van alles en iedereen. Dat is gewoon onderdeel van onze aard, hoe we naar de wereld kijken en hoe we ons ook gedragen in het buitenland. Dus op het moment dat je als migrant zeg maar praat over je eigen groep en daarmee de ideeën bevestigt die eigenlijk al leven in de maatschappij, ja, dan wordt daar heel hard voor geapplaudisseerd, omdat daarmee het eigen gelijk wordt gehaald. En dat is eigenlijk een beetje een dingetje. Een heus dingetje. Ik wil een paar Jo en Jo, Jolanda en Jolanda, een paar mensen uit het publiek het woord geven om een vraag te stellen. Ik geloof dat er genoeg voeding was. En ik wil ook even genoemd hebben dat het prachtige werk van Anil, dat uit de collectie van het Stedelijk Museum komt, werk is van Iris Kensmil. Dus ja. Dus eigenlijk zijn we hier met 5 bruine mensen op het podium. En al die voorouders ook nog. Hè? Zijn er mensen die een vraag hebben aan onze sprekers? We hebben zo nog een spreker, maar ik wil graag even terugkoppelen voordat we naar het afsluitende onderdeel gaan. Ja, meneer. Wacht. Ja. Ik hou hem vast. De microfoon. Ik wilde even ingaan op de vraag waarmee jij eindigde met je mooie lezing, namelijk over of de kunstenaar kritisch moet zijn. Want dat speelt steeds door alles heen. Ik zou daar volmondig ja op willen zeggen. Goede kunst is kritisch, maar dan moeten we kritisch herdefiniëren. Want kritisch wordt naïef gebruikt als een negatieve positie. Sinds Kant denken we altijd dat alles wat moet zijn buiten de werkelijkheid ligt. En de werkelijkheid is het een en wat we willen is het andere. En ik denk dat we terug moeten naar een betekenis van kritiek als gewoon helder zien. Maar wat is de vraag precies dan? Nou, daar kom ik op. Dus als je kritisch zijn definieert als helder zien, vanuit je eigen, bewuste eigen positie weten wat je ziet van de werkelijkheid, en die werkelijkheid zien, dan heb je het, denk ik, over kunst. Maar lossen we daarmee niet een heleboel op over waarmee kritiek zichzelf steeds buitenspel zet, omdat ze alleen maar zichzelf negatief opvat? Ik vind het een interessante benadering. En dat is het natuurlijk vaak ook. Hè. Essayisten schrijven bijvoorbeeld ook een manier van helder denken, om de ruis weg te halen en het te samen te vatten tot waar het eigenlijk om gaat. Dus dat is inderdaad, ja, ik vind het wel heel mooi. Het is wel weer heel optimistisch natuurlijk, maar misschien is dat ook wel nodig. Want ja, als je dingen helder ziet, dan betekent dat inderdaad, nee, ik stop hier. Ik vind het een fijne toevoeging. Ik ben het wel met u eens. En daar zit meteen ook een mooi linkgevaar. Want helder zien is heel erg subjectief. Maar toen ben ik gestopt met praten. Dat is zo verschrikkelijk subjectief. Dus het blijft dan toch altijd helder zien binnen een bepaald discours, of helder zien binnen een bepaalde gedachtegang, of binnen een bepaalde ideologie. Want ja, precies wel. Anders wordt het, maar we kunnen dat gesprek, het is een filosofisch onderhoud, dat kunnen we nog een keertje doen. Is er nog een vraag aan Charles of aan Karin? Uw vinger? Ja. Oh, daar, sorry. Nee? Ja. Nou, mijn vraag was een beetje, die ligt een beetje in lijn van het gesprek wat zich nu ontvouwt. Er was echt een verschil tussen hoe Karin reageert op haar rol als kunstenaar ten opzichte van de publieke ruimte, denk ik. Die benoemt ze als behoorlijk beperkt of gelimiteerd tot de eigen omgeving. Terwijl volgens mij van Ramdas het terrein was de publieke discours, was de publieke ruimte als de grote gemene deler waarin hij zich manifesteerde en waarin ik ook zijn taak zag als publiek intellectueel om daar het gevecht aan te gaan. En ja, het enige wat ik wilde opmerken is dat daar dat verschil in zit. Heb jij niet dan het gevoel dat ook dat publieke discours onderdeel moet zijn van jouw gevecht als kunstenaar?
Of, en hoe ga je dat dan aan? Oh, zeker, ja. Kijk, ik ben in de eerste instantie romanschrijver natuurlijk. En Aniol niet. Hoewel die natuurlijk wel een roman en een novelle heeft geschreven. Ja, en een novelle daarvoor. Maar hij was in de eerste plaats essayist natuurlijk. Waarmee hij per definitie veel meer in het publieke discours zat dan ik met mijn romans. Hoewel, dat is ook wel te betwisten eigenlijk. Maar ik hoor wel wat je zegt. Het is natuurlijk voor proza, voor fictie, zoek je veel meer de luwte op. En is in elk geval de reflectie op de werkelijkheid misschien van een tragere slag. Of een wat subtielere slag, zou je kunnen zeggen. Terwijl essayistisch schrijven is natuurlijk veel rechtstreekser, veel reactiever als het ware. Ik maak daar best wel een onderscheid in, denk ik. Ik merk wel met mijn romans, dan zoek ik het wat meer in de stilte op. Wat ik heel fijn vind. En een schrijven voor de krant dan zoek ik die ruimte echt wel op. Dat is wel waar. Maar ik denk dat het wel ook op een manier is, wat ik bij Aniol ook zag, hoewel ik natuurlijk heel anders schrijf dan hij, een manier is waarin de stijl eigenlijk leidend zou moeten zijn. En dat is zo'n subtiele balans, dat je die woede moet niet de overhand krijgen. Het moet geen pamflet zijn, het moet fijn lezen, het moet literair blijven. Want anders vind ik het ook niet meer interessant om te schrijven. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus het is wel echt een beetje op dat snijvel, of op dat hele dunne lijntje van literatuur en engagement of zo. Ja, ik kan me niet zo goed verwoorden. Ik denk, je noemde er straks ook de verbeelding. Weet je, die voor jou, de schoonheid, de verbeelding. Die noemde je zelf. En als ik je werk kennende ook, hè, De Man van Veel. Is ook een heel belangrijk boek geweest, denk ik, voor de stem van Anton de Kom, die toentertijd, toen je dat schreef, niet zo meer. Jij hebt daar heel veel in betekend, denk ik, voor veel mensen die Anton de Kom nog niet kenden. En die daarna pas Vijf Slaven van Suriname zijn gaan lezen, denk ik. En dus in die zin ben je romanschrijver, maar ik vind het wel interessant, ja, als vrouw ook, als. Migrantvrouw, qua Surinaamse vrouw zich. die toch, dus dat boek van de Kom, het boek van je vader, wat ik ook een prachtig boek vind. Maar kijk, dat ik, nee, die romans, die komen natuurlijk uit mij voort. Ja. Op de manier waarop, kijk, als je naar Harry Mulisch zou kijken op een bepaalde manier, zou je misschien kunnen zeggen, hij schrijft altijd alleen maar over het Jodendom. Dan zou je hem helemaal kunnen reduceren, bij wijze van spreken, tot dat. Dat doe ik. Weet niet, je wel? Nee, maar men. Zou je kunnen doen als je heel kwaadwillend daarnaar kijkt en iemand wil reduceren tot één thema, dan zou je dat misschien kunnen doen. En zo kan iemand ook naar mij kijken. Oh, dat is echt zo'n Surinaamse schrijver, want zij schrijft, haar boeken gaan 9 van de 10 keer over Suriname. Ja, maar mijn boeken gaan uiteindelijk niet over Suriname. Hè? Want het is de bedoeling dat het universeel is. Absoluut. Je kan mijn boek lezen en niks weten van Suriname. Ik heb een boek, omdat mijn personen Surinaam zijn of bruin zijn. Dat neemt een bepaalde lading met zich mee, maar uiteindelijk heeft het een universele waarde. Ja. En dat doet Mulisch ook. Dus in die zin begrijp ik heel goed dat omdat ik ben wie ik ben, dat mijn werk, ook als het fictie is, altijd politiek geladen is. Ik ben daar niet naïef over, absoluut niet. Maar het is een verschil tussen dat gegeven, wat ik nu dus zo verwoord, of te denken dat ik dat expres doe. Ik zoek die thema's niet expres op om iets van verschil te maken. Om te zeggen van ik ga nu, want ik vind het nodig dat. Nee, dit zijn dingen die mij interesseren. Dit zijn dingen die mij triggeren. Want ik ben een Surinaamse vrouw. Dus er zijn onderwerpen die mij inspireren. Die misschien een witte Nederlandse man over het hoofd zou zien. En andersom natuurlijk. Dus die dingen zijn niet gezocht, die worden natuurlijk geboren, zoals bij alle makers en alle kunstenaars. Dat is een belangrijk verschil, wil ik wel gezegd hebben. Ja. Terwijl essayistisch gezien, ja, dan ga je ergens op reageren, dan ben je echt een punt aan het maken. Dat is een ander ding. Absoluut. Ik kijk ondertussen naar de tijd. Ik wil u ook nog u had nog een vraag, hè? En dan wil ik ook nog graag een vrouw of een persoon van kleur die een vraag gaat stellen. Natuurlijk. Ik wil diversiteit altijd. Terecht. Even een heel andere invalshoek. Ik ben zelf met klimaatvraagstukken bezig. Ik denk persoonlijk dat de uitslag van de verkiezingen
met name Wilde noemde in je verhaal, dat het niet zozeer de mensen voor hem gestemd hebben, maar meer tegen het andere beleid. En dat vind ik een frustratiestem, alleen ik vind dat prijskaartje verdomd hoog. En in mijn wereld, in de klimaatvraagstukken, wat wereldwijde vraagstukken zijn, zie je een beetje dezelfde trend ook met de Trumps van deze wereld en de Bolsonaro's en Orbán en het hele rijtje. Dat je zegt, de professor die mij inspireert van, we zitten in transities, we gaan van olie naar zonnepaneel, valt een heel verhaal samen. Sommige mensen reageren erop positief, ja, ik wil met je mee. En sommigen zeggen, nee, ik wil blijven waar ik ben, houden wat ik heb. En de Trumps van deze wereld zeggen, ja, ik ga voor dat laatste. Ik ben het met je eens. Ik stap uit het Parijsakkoord. We houden wat we hebben. Daar zie je, dat gaat schuren. In transities schuurt het. En dat gaat eigenlijk, dat vind ik een nieuwe dimensie eigenlijk aan van vanavond. Voor mij was de verkiezingsuitslag van, ik hou niet van transities. Ik wil niet veranderen. Ik wil blijven waar ik was. Ja, en daar heb je zeker gelijk in. Als ik je mag tutoieren, maar... Daar heb je zeker gelijk in. Natuurlijk zijn het proteststemmen. En natuurlijk is het vooral tegen al die grote veranderingen die eraan zitten komen. Maar racisme is geen dealbreaker, kennelijk. Voor al die verschillende mensen. Die op hem... En dat is een ding wat je al voelt als kleurling. Dat je in een land woont waarvoor al die mensen expliciet racisme geen dealbreaker is. Dat doet iets met jouw gevoel van veiligheid en van... Hoe verbonden ben ik met, wil ik zijn met dit land? En dat is een gevaar wat je niet moet onderschatten. Want als je zo'n groot deel van je eigen samenleving van je vervreemdt, dan hangen wij als los zand aan elkaar, als Nederlanders. En dat is levensgevaarlijk. Waar heb je dan... terug naar... Ja, nog even kort. Ja, kort antwoord. Waar vind je dat, als je naar de politiek kijkt, van de afgelopen 10 jaar, plus minus, het hebben laten liggen? Dat is een grote vraag. Mag ze daar even over nadenken? Straks met je met een glas wijn erbij hebben we het wel over. Ja, dus dat is dan voor bij de borrel. Ik wil nog even... Ja, een vrouw. Ja, Jolanda. Microfoon vasthouden altijd. Oh, dankjewel. Karin, ik las dat toen Ramblas jou vroeg van... die vroeg aan jou, wil je in een wereld leven waarin PVV de leiding heeft? Dat jij dan zei van nee, ik zou dat niet willen. En toen zei hij, maar is het niet je plicht om juist te blijven? Die vraag was toen. En nu wil ik eigenlijk dezelfde vraag. Oh. Van je vrienden wil je hier moet blijven hebben, wonen hè? Eigenlijk? Dank je. Ja, ik kan nergens meer heen. Ja, ik ben veroordeeld tot dit land. Ja. Ik vind het moedig dat je blijft, ja. Nou, het is helemaal niet moedig. Kom op, ik ben super comfortabel. Ik ben gewoon boeken aan het schrijven. Wie heeft het nou mij gemunt? Ik loop geen gevaar in dit land. Er zijn zoveel mensen die gevaar lopen in dit land. Dus ja, er valt nog genoeg te schrijven om te proberen dat tijd te keren. Maar het is niet moedig van mij, helemaal niet. Maar nee, ik blijf wel, jeetje. Maar wat moet ik terug naar Suriname? En dan helemaal doen alsof er niks aan de hand is. Karin, eerlijk gezegd, het was vanmorgen onderwerp van gesprek aan het ontbijt. Als we nou het huis verkopen, hoeveel houden we ervan over? En hoe lang kunnen we daarvan in Suriname leven? Maar wil jij wel in Suriname wonen? Want je hebt me wel eens een keer wat anders verteld. Nou, maar dat is niet de zaken doen. De vraag is, en het is wel een echte vraag. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ik wil eigenlijk Karin ondersteunen in wat ze zei, ook naar die meneer toe. Dit is een wezenlijk gevaar voor alle zwarte en bruine mensen, alle mensen, alle migrantenmensen. Het is een wezenlijk gevaar. Je moet erover nadenken. En queer mensen en intellectuelen, want ik heb zoiets van zwart, queer en intellectueel, dus als ze komen, dan ben ik de eerste die ze komen halen. Voilà. Want dat deden ze in de jaren 30 ook, vorige eeuw. Ja? Dus je moet hier wel echt over nadenken. Je moet weten dat je gevaar loopt en je moet eigenlijk, en dat is iets wat je misschien als witte persoon niet zo kunt zien of ervaren, maar je moet het landschap constant... voelen
om te weten of het tijd is om te gaan. Zo simpel is het. Maar ja. Je kunt niet altijd. Maar je kunt niet altijd gaan. En soms, ik kan me ook voorstellen dat Karen zegt, ik ga niet. Ik blijf vechten tot de laatste snik. Nou ja, en ik voel me ook verantwoordelijk. Laat me dat echt zeggen. Ik voel me verantwoordelijk voor dit land. Want Nederland heeft me ook heel veel gegeven. En ik en mijn kinderen zijn hier. En die verdienen ook dat dit land, dat ik voor mijn best doe om het goed achter te laten voor ze. En niet te zeggen, ik peer hem, jullie zoeken het maar uit. Dus nee, en ik hou ook van Nederland. Ik ook. Ja, ik hou van Holland. Ik soms. Ik vind het een mooi moment. We blijven even zitten en we nodigen de volgende spreker uit. En dat is Jona Staal, beeldend kunstenaar en propagandaonderzoeker. En oprichter van verschillende initiatieven, zoals de New World Summit en Collectivized Facebook. En ik wil jij nu het woord geven. En recentelijk de Prix de Rome winnaar. Ik wil jij nu het woord geven. En een applaus. Applaus voor Jonas. Dank voor de uitnodiging, voor de introductie. Ik ben niet trots op Nederland, maar wel op Rotterdam. Dus dat deel ik met mijn andere twee sprekers. Er werd net, Karin die noemde net Gaza. Ik denk dat geen bijeenkomst plaats mag vinden op dit moment waarin de genocide op de Palestijnen niet benoemd zou mogen worden. Er is een historische beweging waar kunstenaars en cultuurmakers ook een kernrol in speelden. En dat is de boycott, de beweging die opriep tot een boycott van het Zuid-Afrikaanse regime ten tijde van de apartheidsbeweging. Dat was solidariteit tussen de strijders tegen de apartheidsbeweging en activisten van over de hele wereld heen die opriepen tot het isoleren van het apartheidsregime en het bouwen van solidariteit met het verzet. En het is niet voor niks dat het bevrijde Zuid-Afrika vandaag degene is die een zaak voor het ICJ heeft gebracht, de International Court of Justice in Den Haag, om die solidariteit historisch ook terug te betuigen aan de Palestijnen. En ook vandaag de dag bestaat er een beweging die heet de BDS, de Boycott, Divestment and Sanctions, een beweging die hevig gecriminaliseerd is, maar een vredelievende beweging is die oproept ook kunstenaars en cultuurmakers, intellectuelen, om niet alleen maar niet te werken met organisaties in de Israëlische bezetting, die de Israëlische bezetting in stand houden, maar ook om onze eigen instituten, onze eigen universiteiten, onze eigen musea, onze eigen kunstinstellingen, onze eigen fondsen kritisch ter discussie te durven stellen, te confronteren en wanneer nodig te boycotten en publiekelijk te beschamen als zij geïmpliceerd zijn, niet alleen maar in 75 jaar bezetting, 75 jaar genocide, maar ook met de verhevigde moorddadigheid van het regime wat op dit moment plaatsvindt. En ik weet dat vaak met een grote prijs komt. De prijs van je baan, de prijs van het publiekelijk beschaamd worden, maar dat is nog altijd een andere prijs dan je kind als wees achterlaten. Dus het lijkt me een kleine moeite, een kleine toewijding, een kleine stap naar engagement met uitroepteken waar we ons allemaal toe kunnen verhouden. Dat was niet gepland als bijdrage, mijn excuses daarvoor. Dank vooral nu, Neske, voor het organiseren van deze belangrijke avond. En aan Karen en Charles voor het mooie gesprek. Lisbeth voor de introductie, Iris voor haar werk. Hoe belangrijk dit hier te kunnen luisteren naar ook zulke genuanceerde uitwisselingen waarin positionering en tegelijkertijd poëzie en tegelijkertijd kunnen bestaan en ook onderzoek en artistieke verbeelding een ruimte heeft. En precies die ruimte die staat natuurlijk nu op het spel. Hier in de context van Nederland, maar ook gezien de ontwikkeling in andere landen in Europa en over de wereld heen. Want kijk nu eens naar het Nederland van vandaag. Lees de reacties van lezers bij artikelen in de Telegraaf. Zie de uitzendingen van nieuwe omroepen in Nederland.
WNL, Wakker Nederland en Pauwnet, beide eigendom van de Telegraaf. En zie de aanhang van de PVV, die al maar groeit en nu al staat op meer dan 2 miljoen. Die Hollanders die op de PVV stemmen, die in die eigen huizen wonen en een eigen auto hebben en met vakantie kunnen, zijn voor een groot gedeelte white trash. Primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse types zonder moraal, zonder principes, zonder idealen. Kan het anders worden geformuleerd? Aldus schrijver en publiek intellectueel Aniel Ramdas in zijn veel bekritiseerde column Het culturele drama van 2 februari 2011, wat net al werd geciteerd. De enige noodzakelijke update die we nu zouden moeten doen anno 2023 is dat het aantal kiezers van de neofascistische Partij voor de Vrijheid in nu 2 tot 2,5 miljoen is gestegen. En haar potentie is nog vele malen groter. Tevens hebben wij nog meer obscure neofascistische omroepen in ons bestel erbij gekregen, met publieke subsidie en al. Laat me allereerst benoemen wat een verademing het is. En daarmee wat een gemis om Ramdas vanuit het oogpunt van emancipatorische politiek ondubbelzinnige uitspraken te horen doen over de achtergrond en gevaren van het neofascisme. En hoe anders anno 2024, waarin de PVV niet alleen de grootste partij is geworden, maar ook wordt geflankeerd door levensgevaarlijke bondgenoten als het Forum voor Democratie en JA 21. En dan heb ik de voormalige conservatief-liberale en nu collaborerende VVD nog niet genoemd. Collaborerend, ja, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog met de bezetter, die ook geen boodschap had aan de grondvesten van de democratie. Net als een substantieel van de deel van de media toendertijd, die Ramdas ook zo feilloos wist te benoemen in haar complicity, in haar medeplichtigheid. Wilders kreeg de normalisering van zijn neofascistische agenda tenslotte niet alleen maar cadeau van de collaborerende VVD, maar ook van de collaborerende Telegraaf en haar omroep. Alleen was de Telegraaf al letterlijk fout in de oorlog, dus dit is continuïteit en geen stijlbreuk. De neofascisten die maken, zoals u mogelijk gemerkt hebben, heel veel en luid bezwaar tegen het gebruik van die term. Fascisme. Martin Bosma, de nieuwe PVV-voorzitter van de Tweede Kamer, ik bedoel echt, laat het even door je doordringen, heeft al aangegeven om daar een oplossing voor te hebben. En even voor de context. Martin Bosma is een, ik ben even, helaas als propagandaonderzoeker heb ik daadwerkelijk zijn boeken gelezen. Martin Bosma is een racist, een antisemiet, een apologeet van het apartheidsregime, die de extreemrechtse Hans Janmaat heeft geprobeerd te rehabiliteren en de nazi-geïnspireerde omvolkingstheorie propageert als deel van de zogenaamde Great Reset. Wat is dat? Dat is het idee dat een globale elite, waaronder natuurlijk de Joods-Hongaarse filantroop George Soros, middels massamigratie een werelddictatuur tot stand wil brengen. Deze Martin Bosma, die deze ideeën uitdraagt, stelt te overwegen woorden als fascisme en verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog niet meer toe te staan in de Tweede Kamer. Het is ook gewoon geen grap. De neofascisten ontnemen ons letterlijk de woorden om de werkelijkheid van het fascisme te beschrijven. Terug naar Ramdas. Essentieel, wat mij betreft, is zijn argument dat economisch determinisme niet volstaat om de motivaties van PVV-stemmers te doorgronden, of eigenlijk vaker te legitimeren. Er is natuurlijk een serieuze woningnood en er zijn groeiende rijen bij de voedselbank. Maar als je je echt zorgen maakt over deze zaken of over het systemisch falen van onze belastingdienst en noem het maar op, dan stem je de Socialistische Partij, de SP, niet Wilders, wiens partij in geen velden of wegen te bekennen is als je huurwoningen worden gesloopt of als zorgwerkers staken. Ik ben bij beide gebeurtenissen regelmatig aanwezig. Ik kan u echt garanderen, geen enkele PVV-politici, niet nationaal, niet lokaal, is aanwezig of betrokken of organiseert een stakingspot. Niemand is daar. Voor arbeiders die materiële steun en ondersteuning en solidariteit nodig hebben. Veel PVV-kiezers hebben ook wel degelijk een eigen huis, een auto en vakantie. En het veelgehoorde excuus van PVV-stemmers die zeggen dat ze voor Wilders kozen omdat ze geen woning kunnen vinden, is vooral een logica die hun daadwerkelijke fascistische motivaties nauwelijks verhullen kan.
Het is als de volgelingen van Mussolini die stelden dat ze hem steunden, zodat de treinen eindelijk op tijd zouden rijden. Niet om socialisten dood te martelen, natuurlijk niet. Er waren vast ook kiezers van Hitler te vinden die graag uit wilden leggen dat ze zich vooral enorm zorgen maakten over de staat van het Duitse wegennetwerk. Die gekke standpunten over deportaties van moslims, sorry, van joden en van communisten, dat was gewoon gekke Geert. Nee, malle Adolf. De controverse rondom de teksten van Ramdas, die ik citeerde, die net en ook daarvoor geciteerd werden, die lagen vooral in het gebruik van die term, white trash. Die wordt meestal gebruikt als beschrijving van onbeschoftheid en racisme onder wat dan een witte arbeidersklasse of onderklasse zou zijn. Nu gebruikt hij zelf ook het woord tokkies. En dat kan inderdaad een suggestie wekken dat hij die definitie van white trash deelde. Maar voor wie dit artikel en de artikelen uit deze periode ietsje grondiger leest, kun je begrijpen dat hij benadrukt dat het misschien net zo goed of misschien juist de hogere middenklasse is die tot die categorie behoort. Als in de manier waarop Ramdas white trash beschrijft is absoluut niet exclusief voor de hogere middenklasse, witte middenklasse, maar is juist gecentreerd op die groep, capabel om een immorele rancuneleer uit te dragen. En daar raakt Ramdas wat mij betreft aan iets essentieels. Want mensen stemmen niet primair op neofascistische partijen uit economische zorgen. Maar ze stemmen op neofascistische partijen omdat ze streven naar fascistisch genot. Fascistisch genot uit zich in het verlangen naar gecentraliseerd gezag, haat tegen democratische instituten, het tot vijand maken van relatief kwetsbare bevolkingsgroepen, vaak met geconstrueerde raciale kenmerken, en het uitdragen van een geweldscultus. Even in die context. De Partij voor de Vrijheid is geen partij, maar een stichting met een enkel lid, Wilders zelf, die democratische instituten als het parlement een nep-parlement noemt en rechters nep-rechters, behalve wanneer ze hem volmacht of gelijk geven. De PVV heeft Nederlandse moslims al 2 decennia vogelvrij verklaard met fascistisch straatgeweld en verergerd institutioneel racisme als gevolg. Wilders draagt een geweldscultus uit door de afgelopen 20 jaar onder meer op te roepen tot het preventief bombarderen van Iran, het ter waarschuwing in knieschijven schieten van Marokkaans-Nederlandse jongeren door politie, het bouwen van een tweede Guantanamo Bay in Nederland, het middels staatsgeweld verwijderen van kledingstukken van vrouwelijke moslims. En er zijn nog heel veel om aan toe te voegen. Dat zijn allemaal feiten. Dat zijn allemaal daadwerkelijke beleidsvoorstellingen. Voorstellen. En daarom noem ik fascisme, fascisme. Maar om fascisme echt te begrijpen, is kunst waarschijnlijk behulpzamer dan politieke economie. Pier Paolo Pasolini's film Salo of de 120 dagen van Solon uit 1975 in het bijzonder, waarin Italiaanse fascisten in de marionettenstaat Salo op een landgoed maandenlang een groep jongeren vernederen, martelen en verkrachten. Die film toont de kern van het fascisme. Niet dat de trein op tijd moet rijden of het gebruik van geweld ter verdediging van de natie, een viering daarvan, maar puur, puur fascistisch genot. Geweld op een ander uitoefenen om het superieure plezier dat het kan en dat het staatsapparaat dit zelfs toejuicht. Dat is wat mij betreft de kern van wat Ramdas identificeerde in ditzelfde stuk wat ik eerder citeerde als de rancune en de principeloosheid van het fascisme. Kunst is ook meteen waar Wilders en andere Europese neofascisten nu nog vaak verschillen van hun 20e eeuwse voorgangers. Hun neofascistische kunsttheorie is beperkt. Beperkt vergeleken met Mussolini of andere dictators uit het recente verleden. Zij richten zich daarentegen vooral op het straffen van wat zij als de huidige culturele elite zien. Dat zien we in Nederland heel vergelijkbaar. Desalniettemin toonden Hongarije, Polen de afgelopen jaren al dat, naast brute bezuinigingen, de restanten van kunstcentra en musea onder neofascisten ook zeer goed in staat zijn om racistische, antisemitische, homofobe, antifeministische, hedendaagse kunst te tonen. Emancipatorische kunst daarentegen wordt gekenmerkt door haar kritische vermogen de werkelijkheid te bevragen, te onderzoeken, te confronteren en door de macht van verbeelding
Want om een andere werkelijkheid mogelijk te maken, zullen we die eerst moeten verbeelden. En laten we die macht van de kunst nu meer dan ooit uitoefenen. Door te benoemen en zichtbaar te maken zonder excuses, zonder terughoudendheid, dat fascisme fascisme is. Door collaborateurs te benoemen als collaborateurs. En vandaag al nieuwe verhalen te schrijven die hen veroordeelt tot de afvalhoop van de geschiedenis. En vooral door de existentiële noodzaak van een gelijkwaardige wereld en ons verlangen naar een diepe democratie steeds opnieuw zichtbaar, voelbaar, hoorbaar en zo werkelijkheid te maken. Nu had Nessie me gevraagd om ook tot concrete actiepunten te komen en niet alleen maar dit soort algemene beschrijvingen over de rol van verbeelding van kunst en noem maar op. Maar ik zie hier dat ik 10 minuten heb gesproken. Nee, en dat is eigenlijk wel voldoende. Je hebt nog wel een minuut. 1 minuut. Dan 1 minuut voor 3 concrete actiepunten. Twee. Kom op, Jonas, het is supergoed. 3 concrete actiepunten. Oké. De eerste is misschien de simpelste. Een kabinet waar de neofascistische PVV als volwaardige organisatie deel van uit kan maken, die is nog niet beklonken. De zwakke schakel die is en blijft voorlopig het nieuw sociaal contract, NSC, van Pieter Omtzigt. Die stemde in 2010 wel degelijk voor de gedoogconstructie met Wilders. Maar op zijn lijst staan vanaf de nummer 5 ook rechters, schrijvers, mensen met een nog bazaal geloof in de rechtsstatelijke principes. En die zijn gevoelig voor dit argument van collaboratie. Waarschijnlijk niet als ik het tegen ze zou zeggen, maar verschillende van u, waarschijnlijk, daar zijn ze mogelijk wel gevoelig voor. 10 minuten de tijd nemen, dit klinkt heel onbenullig, maar 10 minuten de tijd nemen om 1 of meerdere van de nummers 5 tot 20, dus niet Omtzigt en zijn rechterhand, maar gewoon begin vanaf nummer 20 en werk naar voren toe, zeg maar. Om die een persoonlijke brief, dus niet copy-paste, maar echt 1 e-mail speciaal aan hun in de naam van bezorgde burger die constitutioneel appel doet, geen coalitie en geen gedoogsteun. Want waar ze nu naartoe aan het werk zijn, is levensgevaarlijk. Het soort van het gegeven dat deze partij nu weg zou kunnen komen met, ja hoor, de rechtsstatelijke principes die zijn wel beklonken in een zinnetje over, we gaan nu nog geen paspoorten van staatsburgers afnemen. Dat is echt onacceptabel. En dat moet genoemd worden, deze mensen zijn de zwakke schakel. De NSC is de zwakke schakel om deze coalitie plaats te doen vinden. Die lezen hun e-mails daadwerkelijk, vanaf de nummer 20 tot naar voren toe. Tweedekamer.nl. Daar staan alle e-mailadressen. Dus die nummer 1 tot en met 5 die zijn afgeschermd. Dat is geen oplossing, maar interne scheuring en twijfel in de partij van Omtzigt, dat koopt ons wel tijd. En die tijd hebben we nodig om ons te organiseren. Organisaties, dat is mijn tweede punt. Organisaties waar we al deel van zijn, die kunnen we op korte termijn dwingen tot infrastructurele en financiële toezeggingen voor langer dan 4 jaar. Dus zitten wij in besturen, zijn wij deel van universiteiten, of musea, of hedendaagse kunstcentra, of welke soort organisaties dan ook. En hebben wij een jaarbudget of een 4-jaar budget. En dan kunnen we misschien aan de grondvesten van onze stichtingsvorm hier en daar nog wat tweaken met ons bestuur. Dan zouden we nu al geld toe kunnen zeggen aan groepen waarvan we weten dat die essentieel zullen zijn, mits dit neofascistische regime aan de macht komt. Dat moeten we ten koste van alles vermijden. Maar we moeten ook de mogelijkheid hebben om barricades op te richten. Dus voor kritische journalisten, voor kritische media, voor activisten, voor buurtorganisaties, voor antiracistische groeperingen, noem het maar op. De groep waarvan we nu al weten, omdat ze al de vijand zijn verklaard, waarvan we nu al weten dat we ze meer dan ooit nodig zullen hebben om een dergelijk regime te overleven, mochten we tot volgende verkiezingen überhaupt toe kunnen komen. Dat betekent organiseren ook lid worden van een progressieve partij, vakbond, omroep, sociale beweging of een combinatie van allemaal, het smeden van coalities daartussen en het zoeken naar overstijgende belangen. We gaan het nooit op detail met elkaar eens zijn, maar antifascisme zou tussen principiële christendemocraten, seculiere linkse activisten,
progressieve moslims, daar moet een fundament in antifascisme gevonden kunnen worden die tot een bredere coalitie, een bredere meerderheid moet kunnen leiden zonder dat we het per se met elkaar eens zijn op deelonderwerpen. Dat moet ook, betekent ook dat we bereid moeten zijn om in naam van een wezenlijk antifascistische beweging soms ook over onze schaduw te springen, wat niet hetzelfde is als onze principes opgeven, maar wel een overstijgend principe weten te bevechten. Partijen maken geen perfecte wereld, maar als wij niet structureel betrokken zijn in politiek, media, sociale organisatie, cultuur, dan kunnen wij niet op korte termijn een effectieve tegenmacht vormen en op lange termijn een emancipatorische consensus afdwingen om de neofascisten voor eens en altijd uit het parlement te verwijderen, waar ze überhaupt nooit toegang toe hadden mogen krijgen. Het laatste punt, en dit is vooral aan mijn collega's en kameraden, kunstenaars, cultuurwerkers, blijf de horizon verbeelden. En misschien kom ik hier terug bij wat Karen zei. Ja, we moeten in het hier en nu doen wat nodig is. Druk zetten op omzicht, lid worden van de partij, blokkeren en saboteren als dit regime ooit aan de macht komt. Maar we mogen ons niet alleen richten op verzet. We moeten ook blijven tonen en vertellen dat een andere wereld mogelijk is. Een wereld waarin we betekenis vinden in radicale gelijkwaardigheid, gemeenschappelijk bestuur en collectieve emancipatie. En kunst is een van de machtige instrumenten om die wereld te verbeelden, maar ook om die te organiseren. Dank voor jullie aandacht en excuus voor het lange spreken. Helemaal geen excuus. Dank je, Jonas Staal. Jullie kunnen de sprekers allemaal aanspreken bij de borrel zometeen, want dat gaan we natuurlijk doen, borrelen en praten. Dank je, Jonas, een vurig betoog. En nu ben ik geëmotioneerd ook. En ik wil jullie allemaal vragen om, als je dat nog niet hebt gedaan, je aan te melden voor de mailinglist van de academie, want we willen jullie terugzien. Ik wil door met deze lijn engagement en we zijn al aan het kijken of er een datum is in mei. Dus dan houden we jullie op de hoogte. En ik wil nog een heel groot applaus voor Charles als eerste. Ja. En voor Karin Ahmad-Mukrim. Voor Anil. Voor Lisbeth. Vic. En voor iedereen die heeft bijgedragen aan het gesprek vanavond, en blijf dat vooral doen. Ga alsjeblieft nog niet naar huis en blijf even in gesprek. Het is echt belangrijk. Dank je.